En elke samenleving kent natuurlijk verschillende groepen. Je hebt sowieso het seksenonderscheid, je hebt het leeftijdsonderscheid. In onze samenleving heb je beroepsonderscheidingen, sociaal-economische klassen, et cetera. En mensen proberen dat zichtbaar te maken. Proberen daarvoor een bepaald symbool te vinden, wat, zou je kunnen zeggen, de eenheid van zichzelf beklemtoont en daarmee tegelijkertijd het verschil met de ander ook uitdrukt. In die zin is totemisme een soort identificatiebaken, een mechanisme om wij en zij van elkaar te onderscheiden. Het wordt gewoon niet begrepen. Het wordt niet begrepen wat er precies gebeurt, wat de essentie ervan is. En mensen, maar dat is met een heleboel muziekvormen zo. Mensen nemen niet de tijd om zich er enigszins te verdiepen. Het kan ze niet schelen. Dat kan ik me ook best voorstellen. Het wordt misschien wat te makkelijk afgedaan als simpele herrie of wat dan ook. En dat is, ja, dat is ten onrechte. Maar ja, wat doe je eraan? Als die mensen er niet naar willen luisteren, niet de tijd willen nemen om even wat verder te luisteren. En wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, dan blijf je met dat vooroordeel zitten. Neem dan een paar kakkers. Die moeten zich goed voordoen, denken ze dan. En ze gelijk aanstellen, maar als je ze echt kent, dan is het waardeloos. En mensen die van death metal en zo houden, die hoeven zich helemaal niet goed voor te doen. Ze zijn gewoon zoals ze zijn. Dat is ook wel een groot verschil. Inherent aan heavy metal is eigenlijk de extremiteit ervan. Het steeds verder gaan. Verder gaan dan de al bekende thema's of zo, dan de al bekende muziekvorm. En wat dat betreft, ja, death metal was weer extremer dan thrash metal. En dat ging nog verder. Een paar zang en gitaarriffs. En zo komt er altijd weer wat nieuws. Speed metal en je hebt doom metal, death metal, thrash metal, grindcore, hardcore, je hebt er enorm veel. Dat zou je zelf al van gehoord hebben. Elk band probeert zelfs zich origineel voor te doen. En zeggen wij spelen dat, we spelen iets anders. En er zijn van die bands die zeggen wij spelen high speed metal, of wij spelen power metal, wij spelen war metal. Dat is ook altijd iets nieuws. Maar of het echt zo'n verschil uitmaakt. Death metal is trager, hè? Ja, grindcore hakt meer. Ja. Maar ik vind, ik kan niet zeggen dat ik death metal leuker vind dan grindcore of andersom of zo. Maar het is gewoon, het is heel anders, hè? Well, we are a death metal band, you know. I can't deny that. It's just that you can't see yourself as, you know, just another death metal band. If you've seen it like that, you won't come nowhere, you know. We worden nu wel death metal genoemd, omdat we ook wat zwaarder spelen. Maar dan heb je wel die zang. Dat is totaal anders met de krijzen. En even kijken. We spelen wat melodischer, denk ik ook. We play some kind of death metal, but we play it backwards. Yeah. That means we have very sick and strange part in it that's untypical for death metal like other bands do. Yeah. So we play it backwards and so on, and nobody can definitely say what we're playing. And even we can't do it. Not as heavy as iron, more as aluminium. The truth is a self. Not a shadow of the night. The fifth is for skill. I think I feel inside.
Maar dat was gewoon zo'n apart groepje. En dan kwam ik toen in en zij hield van die muziek. En daarna, ja, toen ben ik... ik zie ze nou eigenlijk niet meer waar ik toen altijd mee omging, maar... ze zijn nou wel allemaal weer veranderd. De meesten houden nou allemaal van reggae en zo. Maar ja, ik dus niet. Ik gebruik mijn stembanden, dus het is zingen denk ik. Het is anders. Het is wel leuk. Ik bedoel, ik ga niet gewoon een beetje normaal zingen, dat heeft iedereen. Dus. Maar ik kan ook niet echt super laag zingen, dat lukt me niet. Dus daarom ga ik gewoon meer krijzen. Maar ik vind het wel leuk, de meeste mensen ook, hoop ik. Nou, ik kan wel normaal praten, ik heb er niet echt veel last mee, maar als ik verschillende zangstijlen gebruik, dan krijg ik er wel ontzettend last van. Dan duurt het wel een paar dagen voordat ik kan praten. Veel grote verschillen. De grootste verschillen zijn volgens mij hard rock, heavy metal, thrash metal en dan hardcore. Thrash metal kom je weer de grindcore, dat is ietsje harder. Hardcore stamp je af van de punk. Dat is weer ietsje meer met opa core en zo. En ja, thrash metal is volgens mij wat technischer. Hard rock is helemaal melodisch, weet ik veel wat. Heavy metal kom je weer in de stijl van Iron Maiden. Dat wordt alweer wat harder. Alles overstuurt wat meer en de zang is wat... bij hardrock bijvoorbeeld heb je die zang, dat is heel melodisch en bla bla bla. En bij heavy metal gaan ze de zang alweer wat verseren en zo. En bij grindcore en thrash metal hardcore is helemaal... hardcore heeft ook een vrij hoge zang geloof ik. En death metal heeft een vrij diepe zang. Ik krijg niet echt een schorre stem, ik krijg helemaal geen schorre stem, want ik doe er ook niks voor. Ja, ik drink af en toe als ik heb gezongen. Kijk, dan is je stem toch wel iets schorder als normaal. Maar dat is gewoon logisch als je zo gaat zingen. En ja, dan drink ik gewoon chocomel of even wat en dan heb ik al helemaal geen last meer van. It has to be scary, you know. The workers got to be scary, you know. It's got to be evil and, you know, it's got to be growling, you know. It's just be rrr. That. Otherwise, it's no death metal. John Tardy Obituary, Barney Napalm Death. We all sing with a heavy, deep voice. It fits the music, but we've all got our own individual style, which just is our own individual. Like I've got our own individual character. It just comes out through the voice, you know. Well, we're not really a lyric type band. We more or less use our vocals as more as say another instrument, mm-hmm. more than me trying to go out there and preach. Something to anybody, mm-hmm. you know. So I more or less use my voice to set an evil sounding, an evil surrounding around the music. Mm-hmm. You know, it makes it more interesting and I don't know, just give it something heavy to listen to. You know, some power behind it. Yeah. Music.
in het begin konden ze maar moeilijk accepteren. Maar al mijn moeder valt wel mee. Die vindt, sommige dingen vindt ze wel leuk aan het horen. Alleen de muziek houdt ze niet zo van. Maar mijn vader die vindt het dus maar niks. Maar hij zeurt er niet over of zo. Tegenwoordig is het zo dat als je als kind van 16 of 17 ouders hebt van achter in de 30, dan hebben die een bepaalde bagage aan popmuziek meegekregen. Waar eigenlijk de extreme vormen van metal zich nog van kunnen onderscheiden. Dat is een bepaalde muzieksoort waar je ouders niet meer in mee kunnen gaan. Ik denk dat wat dat betreft je een gedeelte van dat jonge publiek kunt verklaren. Het is iets wat dat is van hun, van niemand anders. Wat je nu hoort is Thanatos, dat is een hele geweldige speed metal band. Het spuit gewoon eruit, de energie die de jongens erin gooien, gaan over het publiek, de fans gaan uit hun bol, rollen dolle, zollen, holle, bollen. En is in de pit een gemos en gehuid bij niet mooi meer. En het is het einde, ik vind het, Thanatos laat alles in je los. Ah, mooi. Dat duikt diep onder de riolen door, schitterend. Prachtig. Dat rochelt en dat kotst het eruit. Het is schitterend, zeg. Kijk, bij LP's wordt er een tekst wel bijgeleverd, zodat iedereen kan zien waar die teksten over gaan. En live, ik denk dat heel weinig mensen echt aandacht naar teksten gaan zitten luisteren. Ik denk dat niemand daar echt behoefte aan heeft om het woord voor woord te kunnen verstaan. Dus dan hoeft het ook niet echt perfect verstaanbaar te zijn. Ik geloof als je gewoon goed luistert naar LP met een tekst wel, daarnaast dat je heus wel kan volgen. Dus death metal staat bekend voor die Satans toestanden en de dood en verdoemenissen van die dingen. Waarom precies dat onderwerp, dat weet ik niet, maar ik vind het wel goed passen bij muziek. De muziek is donker en obscuur en duister. En dat hoort ergens zo. Yes, satanic is realistic satanic, but it's not the devil and stuff like that. I think that's stupid. But it's more about your own experiences of life. You know, you got to be your own god, not take order of another one or something. Ja, satanistische teksten en zo, daar. Ja, daar ben ik niet zo mee eens. Ja, ik vind gewoon, er zijn er die zeggen van, ik geloof niet in God, maar ik geloof wel in de duivel. Als je niet in God gelooft, kan je net zo goed niet in de duivel geloven, want dat klinkt nog dommer. Een van de eerste bands die satanische tekst had, was Venom. Die heeft dat gewoon gedaan, want ze wisten dat het gewoon iets aparts was en dat ze dat heel erg goed zou... het was een bepaald controversieel onderwerp. Het zou gewoon inslaan bij het publiek en de pers zou er vrij moeilijk over gaan doen. Die zou er vrij veel geouwer over krijgen. Dus meer publiciteit. Ja. En dat werkt nou natuurlijk helemaal niet meer zo, want alles is al, zeg maar, alle schokkende teksten hebben we denk ik wel gehad. Nou, hier heb je dus die omgekeerde kruisen. Dus meer een beetje rebellerend, hè, is dat, hè? Tegen, een beetje anti-alles, hè, ook vaak. Gewoon echt protesten tegen de kerk, zeg maar. Ja, het hoeft ook niet, maar... Nou, meestal toch wel, want je hebt mensen die lopen dan, die zijn gelovig en die hebben dan ook een kruis om en alles. Maar omdat jij dan toevallig niet gelovig bent, zou je dan bijvoorbeeld geen kruis om kunnen doen of zo. Dan neem je, ja, voor mij is het meer een soort rage. Ja, gewoon voor de leukigheid. Je doet een keer zo'n omgekeerd kruis om, mensen hebben er vragen over en zo. En ja, wat heb jij nou om en alles? Nou, dat is meestal toch wel leuk. Je hebt natuurlijk die omgekeerde kruis als reactie tegen het christelijk kruis. En die pentagrammen van die toestanden.
Maar je had vroeger bij die hippies, die hadden dat vredesteken en de punkers, dat teken van anarchie, je hebt altijd van die dingen gehad. Maar ook gewoon, volgens mij is het gewoon om erbij te horen, want ik denk dat de mensen die echt beseffen wat echt de bedoeling is. Ja, natuurlijk die simpele dingen, een kruis onder de boven, dus normale reactie, maar die pentagrammen en al die magische tekens die je af en toe op hozen van LP ziet, die komen dan uit magische boeken, maar ik denk dat zelfs de band zelf niet echt de mening ervan beseft. Ik zeg het altijd, iedereen zoekt het ergens in om zichzelf te bevredigen. Of het in drank, of het in geld, of het in seks, weet ik veel. Iedereen zoekt het ergens in om dat leegte wat toch binnen is, te vullen. En ons boodschap is dat alleen gevuld kan worden door God. En dat je werkelijke vrede krijgt met Jezus. Wordt gewoon echt de wereld in geschreeuwd. Zo hoor dat gewoon, vind ik. Zo, ja, een hele goede spreuk vind ik van praise the Lord. We praise him loud, weet je wel. Gewoon, zo is het ook. En wij gaan er dus vanuit dat mensen die onze muziek horen, onze band gaan zien, dat ze, als ze nog een beslissing voor God hebben genomen, althans om Jezus te volgen als een verlosser en heiland, dat ze dat dan zullen gaan doen. Je moet het zo bekijken. Stel een fan van Venom, of Possessed, weet je wel, of Morbid Angel, al die bands met van die omgekeerde kruisen, satanische teksten, je kent al die onzin wel. Nou, die komt tot geloof, ja? Nou, je kan niet verwachten dat die gozer nou in één keer Ellie Rickert en Gert en Amie mooi gaat vinden. Die wil die muziek blijven horen. Nou, wat is er dan een mooier alternatief als christelijke muziek? En je kan er juist mensen mee bereiken. Nou, het is ook zo dat wij ervaren dat God ons geroepen heeft om dit werk te doen. En het maakt voor ons niet zozeer uit waar God ons naartoe brengt. We weten zeker dat Hij daar ons voor geroepen heeft. Daarom staan wij de ene keer voor 300 man te spelen. En dan een keer voor 50 man. Ja, voor mij persoonlijk slaat de muziek eerder aan. En dan ga ik kijken wat de teksten hebben aan te leveren. En daar kun je niet omheen. Dat zijn vaak heel ernstige en diepgaande boodschappen. Onderwerpen die aan de orde van de dag zijn tegenwoordig. Worden besproken in de teksten. Die er niet om liegen hoor. Alle onderwerpen van het hele wereldgebeuren komen in orde bij de hard rock. Het is werkelijk fantastisch. AIDS en geloof, rassendiscriminatie, honger, armoede, oorlogen, Vietnam, nu golf. Dat is allemaal heel belangrijk om dat door te brengen aan het publiek. Ik verheerlijk de duivel. Het heeft daar weer helemaal niks mee te maken, hè? De karkas. Ik vind het wel leuk hoe ze het beschrijven, allemaal die opengereten lijken en zo, en allemaal ingewanden. It's got poetry to itself. I mean, the way the lines scan, the words and the vowels, they're all similar in certain lines. I mean, I think it's just interesting to read anyway, whether you read the meaning or not. I mean, there's such obscure words. It's, you know, it's interesting to actually see them. Yeah. I mean,
But it's just one of those things as well that's original about Carcass, I think. Makes it stick out from the rest, really. You could have two people looking at the same lyrics and they both read something different, and if either way they enjoy it or it makes some sort of sense or has some effect, and that's not bad. Maybe they just look at it and think, or in the same way they look at a horror film and think, oh, that's nasty. If they enjoy that, that's great, but if you get a psychologist who's reading it and thinks, God, that kid's screwed up, then and can read something interesting in it, then that's great again. Een tekst zijn erg bloederig, echt van die gore teksten. Maar ik denk dat ze dus echt met die teksten willen aantonen, kijk, dit is smerig, maar vlees eten is ook smerig. En dat ze echt denken, wij zijn vegetariërs, en dat ze op die manier ergens willen aantonen. Ik denk dat weinig mensen zijn die dat zo beschouwen, maar ik denk dat dat ook wel achter zit. Volgens mij is het zo dat als je uitgaat van het idee dat rituelen vooral dienen om gemeenschapszin en gemeenschapsgevoel tot uitdrukking te brengen en te kanaliseren, te versterken, waarna daarna weer ieder zijn weg gaat, hè, gesterkt, in het besef van wij zijn toch een eenheid, wij horen bij elkaar, ik ben niet een losgeworpen individu, maar maak deel uit van een groep. Dat als je het zo definieert, die behoefte natuurlijk niet veranderd is. Of je nou een moderne samenleving leeft of in een traditionele, misschien zelfs wel toegenomen. Want het paradox is dat je nog nooit zulke grote groepen mensen hebt gehad waarin de mensen zich zo eenzaam en individueel voelen. Dat is het kenmerk van de moderne samenleving. Je kunt het beschouwen, het is een gekke vergelijking, alsof je naar de kerk gaat en daar mee beleeft dat dominee of pastoor een preek houdt, dat je daarin terugvindt, psalmen mee zingt en dan ga je ook bevredigd naar huis of naar een klassiek concert of naar een cabaret of wat ook. Het is relaxing, je vindt er wel degelijk bevrediging in en je komt verzadigd thuis, overvoerd. Je kan er even tegen aanhikken, zo zien wij dat. Dat hoef je bij een of andere populaire top 40 band niet te doen. Toen word je meteen van het podium afgesmeten. Je komt er niet eens. Dat is heel anders. Ik bedoel, in de death metal staan fans veel dichter bij de bandleden dan bij welke muziek ook. Kijk, als je dus in een hakpartij bent, dan gewoon een gruwelijke hakpartij voor mijn podium, krijg je altijd gruwelijke hakpartij. Als je daar valt, is het normaal dat je degene die valt, die help je overkant. Dat is gewoon een ongeschreven regel, dat doe je gewoon meteen. Als je dus kijk, misselijk valt, echt goed.
goed op zijn kop of zo, of noem maar wat. Dan help je hem gewoon overeind. En als het niet verder kan, dan haal je hem eruit gewoon. Dan leg je hem aan de kant neer ergens of zo. Dat is gewoon. En de mensen die dan niet meedoen met hakken, die zorgen verder voor hem. Dat is gewoon één grote familie eigenlijk. Dat komt gewoon. Bij de jeugd ook de uniformering in kleding. Een geweldige behoefte om zich van de ander te onderscheiden, maar tegelijkertijd een fundamentele behoefte om erbij te behoren. Want oh wee als je geen merkkleding hebt, of oh wee als je dit jaar toevallig Puma's hebt in plaats van LA Gears of zo, of die spijkerbroeken. Dat zijn fantastische codestelsels, waarin mensen direct bekeren tot een bepaalde groep. Mijn dochter heeft het wel, die heeft de wereld ook keurig ingedeeld in groepen. Je hebt de kakkers en je hebt de, weet ik het, de poppers en de rappers. En die herkennen ze op hun school door een soort merk spijkerbroek. Tegenwoordig ken ik alle merken spijkerbroek uit mijn hoofd. En dat maakt fundamenteel verschil voor die kinderen. Ik zie het verschil niet, weet je wel. Het is voor mij blauw en spijkergoed. Nee, nee. Het maakt voor hen heel wat uit tot welke groep ze zich behoren. En dat zijn dus ook... Zo'n spijkerbroek is een symbool. Dat staat voor op een bepaalde manier de wereld indelen. In die zin kun je zeggen, is zo'n spijkerbroek een symbool of een totem voor een bepaalde groep of categorie die zich daardoor verenigd weet en zich onderscheidt van de ander. Dus in die zin denk ik van ja, uniformering of standaardisering en ritualisering gaan hand in hand. Kijk er vreemd tegenaan, tegen de image, het image van de mensen die met hun lange haren. Het lijkt ongewassen, maar er zijn haartorklui die het 3 keer per dag wassen omdat het gauw vet wordt, maar die verzorgen het haar goed. En tatoeages, het ruige uiterlijk, de kleding, niet te vergeten, hun slenterpas. Bepaalde pas hebben ze en dat vind ik prachtig allemaal. Prachtig. Nou, er komen wel steeds meer neppers. Zo van, gewoon iedereen denkt van, ja, ik ga ook een t-shirtje kopen. Dan loopt iedereen in zijn t-shirtjes. Dat vind ik dus, ja, dan houden ze niet eens echt van die muziek meestal. Maar dan is het gewoon omdat het in de belangstelling komt, gaan ze ook van die t-shirtjes dragen. En dat vind ik zonde van die muziek. Als je een metal band met 4 jongens met hele korte koepjes op het podium ziet staan, dat is niet terecht of zo, maar toch, het publiek zit er toch raar tegen me aan te kijken, want dat hoort dan niet. Ik kleed me vrij normaal, weet je wel, netjes een hemd en dat soort dingen, netjes t-shirt. Maar op een concert of een rehearsal of als ik uitga, dan zie ik er totaal anders uit. Dat is gewoon zo. Nou, en dan ga ik ook hakken ook en feesten. Nou, dat accepteren ze niet, maar dat vertel ik ze ook niet. Dat hoeven ze niet te weten, gewoon. Er zijn best wel veel metalfans op deze manier. Ja. Die dan op, naar hun werk gaan, netjes kleden, stropdas aan, haar en staartje, weet ik veel. En dan gewoon verder als ze uitgaan, uit de mol gaan. Dan gaan ze helemaal uit de mol en dan doen ze de haren los en zo en kisten aan en zo en dan gaan ze echt goed hakken. Ja, iedereen denkt wel dat wat voor jongens is omdat, omdat het gewoon hard is, hè. Maar ik hou er gewoon van en ik zie niet in waarom het iets voor jongens zou zijn. Dat vind ik niet zo. Ja, ze kijken er wel meestal van op als ik zeg dat ik van die muziek hou. Want ze vinden het wel raar dat meisjes van zulke muziek houden. Iedereen denkt Guns N' Roses en Metallica en zo, maar daar hou ik dus helemaal niet van.
volgens mij blijft het wel zo. Maar ik hoop niet dat het zo'n megabands worden, want meestal zie je dan dat ze commerciëler gaan worden en zich aan gaan passen. Zo. En in de top 40 willen komen. En dan gaan ze melodieuzer spelen. En dat vind ik dus niet leuk meer. Het moet wel een beetje een underground scene blijven, vind ik. Yeah, it's coming up like this, yeah, death metal. You know, on the, how do you say, on the underground stage. It's coming up like this, getting bigger and bigger. As soon as the major labels become involved, it'll peak and it'll go straight down, it'll be back to the underground again. Yeah, we're coming up, yeah. I think we broke the underground barrier so far, you know, I mean, we play shows. You know, we played Berlin the other couple of nights ago, it was like 1,400 people there. We played a few nights in the States, it was like, you know, like 800 people, you know. It's grown, we definitely broke the underground barrier. Ook elk ventje van 12 jaar dat richt geweest een band op en ik had een gitaartje, mijn gitaar versterken en ik heb nou weer een nieuwe grindcore band en kijk eens hoe heftig wij zijn, hoe ik teksten uitkots en zo. Dan denk je, als dat gewoon de nieuwe tendens is, dat elke gozer op de straat gewoon een band gaat oprichten en een plaatje kan uitbrengen over een tijdje, dan... En dan blaas je volgens mij al die scene op. Is er gewoon niks meer over. Er is natuurlijk altijd wel een grens. Er is een grens aan menselijk kunnen en aan capaciteiten van instrumenten en versterking en dat soort dingen. Dus dat zijn dan misschien limiterende factoren, maar je kunt niet zeggen waar het naartoe zal gaan. Ik denk dat er twee richtingen kan uitgaan. Er zijn bands die zich blijven concentreren op snelheid, die altijd sneller willen en ook strakker. Omdat een band die sneller speelt, gaat automatisch ook chaotischer klinken. Maar bands als Terrorizer, die zijn erin geslaagd om LP's uit te brengen, die ook erg strak klinken en dat was een heel prestatie. Maar anderzijds zijn er ook bands die technischer willen gaan spelen en daarom wel wat snelheid willen inboeten. Maar, en dan met nieuwe dingen proberen, zoals Nocturnus, die gebruikt tegenwoordig keyboards en volgens mij wordt dat ook weer ergens een nieuwe stroming. Ik heb nog geen idee hoe het gaat heten, maar ik weet niet. Ik wil ook denk ik een soort eigen praktijk of zo beginnen. Dan hoef je tenminste, als je iemand boven je hebt staan, dan moet je aanpassen. Maar als je gewoon eigen baas bent, dan hoeft dat niet. Wat doe je? Ik heb nou gymnasium en daarna ga ik naar de universiteit psychologie doen. En dan wil ik dus psycholoog op mijn eigen zijn. Zonder dat bazengedoe en zo. En toch relax je ervan op als je in zo'n zaal staat en je kan mee headbangen en mosje. Die jongens gaan bevredigd naar huis, hebben geen behoefte meer eraan om autodaken en antennes te vernielen of etalageruiten in te slaan. Die zoeken hun bed op, want die zijn al doorgedraaid van de muziek aan het bier hezen. En die hebben weer een heerlijke avond gehad.
neem dan een paar kakkers. Die, ja, die moeten zich goed voordoen, denken ze dan. En ze gelijk aanstellen, maar als je ze echt kent, dan is het waardeloos. En ja, mensen die van death metal en zo houden, die hoeven zich helemaal niet goed voor te doen. Die zijn gewoon zoals ze zijn. Dat is ook wel een groot verschil. Elke samenleving kent natuurlijk verschillende groepen. Je hebt sowieso het seksenonderscheid, je hebt het leeftijdsonderscheid. In onze samenleving heb je beroepsonderscheidingen, sociaal-economische klassen, etc. En mensen proberen dat zichtbaar te maken. Proberen daarvoor een bepaald symbool te vinden, wat, zou je kunnen zeggen, de eenheid van zichzelf beklemtoont en daarmee tegelijkertijd het verschil met de ander ook uitdrukt. In die zin is totemisme een soort identificatiebaken, een mechanisme om wij en zij van elkaar te onderscheiden. Het wordt gewoon niet begrepen. Het wordt niet begrepen wat er precies gebeurt, wat de essentie ervan is. En mensen... Maar dat is met een heleboel muziekvormen en zo. Mensen nemen niet de tijd om zich daar enigszins te verdiepen. Dat kan ze niet schelen. Dat kan me ook best voorstellen. Het wordt misschien wat te makkelijk afgedaan als simpele herrie of wat dan ook. En dat is, ja, dat is ten onrechte. Maar ja, wat doe je eraan? Als die mensen er niet naar willen luisteren, niet de tijd willen nemen om even wat verder te luisteren en wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, dan blijf je met dat vooroordeel zitten.